Het jaar is nog geen week oud, maar op 6 januari krijgen veel Amsterdammers de eerste schok al te verwerken. Het broodje dunner is duurder geworden. Hoeveel zou je maximaal betalen voor een broodje dunner? Nuchter, denk ik 4 euro of zo. Maar dan moet wel een goed vol broodje zijn. Ik denk, ja, als ik dronken ben, dan staat 6,50 op Leidse. Dat is ook wel prima. Ik denk 4 euro. Niet meer, niet minder. Het brood is ook duurder. Elektra is duurder, gas is duurder. Het vlees is duurder geworden. Want het transport is duurder geworden. Het jaar van Ajax zou je gerust een Griekse tragedie mogen noemen. Althans, bij de mannen. En dat begon al eind januari, nadat Ajax 6 keer achter elkaar niet wist te winnen in de Eredivisie. Drama is compleet, Schreuder is ontslagen. Wat vindt u ervan? Heerlijk. We zijn zo blij ermee. We zaten gisteren op de tribune, maar hij moest echt weg. Het hele voetbal is weg, het plezier is weg. Het publiek vindt er niks meer aan. Dit had al veel eerder gemoeten. Wat kan niemand nou doen als het zootje terug? Dat zootje terug niet wil voetballen voor je. We willen leuk voetbal zien, we willen 1-2'tjes zien, we willen afjagen zien. Dat zie je helemaal niet meer. Op 20 februari begint de afvalstaking in de binnenstad en dat was meteen goed te zien. Ik ben hier geboren en getogen, ik kom uit Zuidoost. Maar kijk mijn stad. En dan komen mensen vanuit buiten, komen ze naar hier, ja, Amsterdam. En dan gaan ze zeggen, hey, kijk die stad. Ik zou hier niet willen lopen als toerist. Kijk wat je ziet. En dat blijkt. Very disgusting. Very disappointing to come from different country and see this. We want to move on pretty quick, to be honest, because I don't want to be eaten around here. We've been here the past 3 days. We noticed how we said that it was disgusting to walk around and that there's trash everywhere. Ondanks de nu al flinke bergen afval is er ook begrip. Ze moeten gewoon doen wat ze willen doen. Als je wil staken, moet je gaan staken. Als je wil poepen, moet je gaan poepen. Als je wil plassen, moet je gaan plassen. Snap je? En nou zie je wat voor een goede mensen het zijn in de reiniging. Goed beroep. Ze ruimen je shit op.